handen op je schouders. Geeft hij jou zijn liefde en zijn tijd. Met zijn eindeloze goedheid en vergeving. Heet hij je welkom. Voel daar. Vreugde, maar ook van verdriet.
toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet. Goedemorgen. Bijzonder om op deze manier contact te hebben. Nou ja, als het lukt dan, want de lijnen zijn wel overbezet. En het zou zomaar kunnen zijn dat dit niet of minder te horen is of te zien. Of dat op een ander moment het wel zichtbaar wordt. In elk geval, we proberen contact te leggen in deze bijzondere tijd. We zijn allemaal bezig met wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Iedereen is in de ban van het coronavirus. En in die tijd proberen we kerk te zijn. Proberen we elkaar te ontmoeten. Als ik zo om me heen kijk, dan voel ik me eigenlijk best wel heel klein. En heel kwetsbaar. Je hebt geen greep op wat er gebeurt. En juist eigenlijk nu vind ik het zo mooi, die woorden waar we eigenlijk een kerkdienst normaal gesproken ook mee beginnen. God is onze helper. En Hij is trouw. Hij is bij ons. Wij zijn klein, maar we zijn in Zijn hand. Zullen we samen dan ook gewoon maar gaan bidden? Heer in de hemel, u kent ons. U weet wat er bij ons aan de hand is. U weet van geloof en twijfel, van vragen en pijn. Heer, en dat geldt voor grote mensen, maar ook kinderen hebben zoveel vragen. Jongeren lopen tegen een heel andere manier van dagbesteding aan. Het houdt ons allemaal bezig. Heer, help ons om bij u aan te kloppen. Help ons om meer te ontdekken van u. U die deze wereld gemaakt hebt. U die deze wereld vasthoudt. U die door Jezus Christus onze hemelse Vader wil zijn. Heer, wij leggen ons leven in uw hand. En we vragen om uw bescherming en leiding. Heer, wilt u tot ons spreken in deze viering? Laat uw woord ons raken. En Heer, zet ons in beweging naar u toe en naar elkaar toe. Geef ons oog en hart voor de wereld waarin zoveel aan de hand is. Wij zijn vol van alle gevolgen van het coronavirus, maar Heer, we beseffen dat er nog zoveel meer is aan ziekte en trauma, aan handicap en beperking, zoveel meer aan lijden in oorlog en gebrek, op de vlucht en in vervolging. Wij bidden, Heer, ontferm u. En maak ons, uw ogen, mond, handen en voeten, om de ander te zien en bij te staan. Heer, neem ons en laat door ons uw werk mogen worden gedaan. Amen. We gaan nu luisteren naar een heel oud lied van eeuwen voor Christus, Psalm 121. En het mooie van die woorden is dat het eigenlijk telkens een nieuw jasje krijgt van vertaling, bewerking, dichten, melodie. En opwekkingslied 640 neemt die woorden weer op. We gaan er naar luisteren, maar je kan natuurlijk ook gewoon meezingen.
zal staan. Mijn hulp is van u, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer, die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan Wat gaaf dat jij er ook bent. Ja, we zijn op 1 maart begonnen met die bijzondere periode naar Pasen toe. De 40 dagen tijd. En toen stond er in de kerk dit ding. Toen werd er gevraagd, weten jullie wat dat is? Toen was er iemand die zei, een vulkaan. Nou, bijna goed. Een berg. Bergen. In de Bijbel, er is heel veel van te zeggen. Vandaag gaat het over die berg waar Jezus op zat. En eigenlijk net als heel vroeger Mozes woorden van God aan de mensen vertelde. Op 1 maart, toen, misschien weet je dat nog wel. Toen was er dit plaatje van iemand met een zeer hoofd, die toch lacht, die toch blij is. Nou, daar ga ik straks nog veel meer van zeggen. Dat was het eerste plaatje en dat doen we maar even opzij. Het tweede plaatje, misschien kan je dat wel zien, dat is een zoutpotje met een lampje erin. Want Jezus vertelde dat zijn volgelingen in deze wereld het goede nieuws van God doorvertellen, dat is als het ware een licht. En het geeft ook smaak. Nou ja, en de keer daarop, toen was er niks. Want toen hadden we geen uitzending. Maar daarbij hoorde eigenlijk dit plaatje. Ik denk dat je wel weet wat dat is. Een hart. En je weet wel wat een hart betekent. Een hart betekent liefde. En Jezus vertelt in die toespraak op de berg dat hij wil dat we elkaar lief hebben. En dan niet alleen je vrienden
en je opa en je oma en andere familie. Maar Jezus vraagt dat we liefde hebben voor alle mensen. Ook voor diegene aan wie we een hekel hebben. Nou, dat is nog niet zo gemakkelijk. Maar Jezus vertelt ons dat hij ons wil helpen om de mensen lief te hebben. En vandaag, ja, kun je het zien? Dat zijn gevouwen handen. Gekke, van de week helemaal niet naar school. Maar misschien had je thuis wel op de een of andere manier contact met school. Met juf. En soms dan zie je elkaar via een of andere verbinding, soms ook niet. Dan kun je elkaar wel horen via telefoon. Of soms ook dat niet, maar zie je wel letters. En zo mogen we eigenlijk ook met God praten die we niet kunnen zien. Die we niet direct kunnen horen. Maar die wel de Bijbel aan ons heeft gegeven. En we mogen contact maken met God. En Jezus helpt ons daarbij. Hij heeft eigenlijk ons ook leren bidden. En ik denk haast, dat ding moet erin, maar hij wil niet zo goed. Oh, ik doe het nog verkeerd ook, precies andersom. Deze beneden en deze een stukje verder op de weg. Zo. Ik denk dat je dat bidden wat Jezus ons heeft geleerd ook wel kent. Er is ook een mooie melodie bij, dus we gaan gewoon samen maar het Onze Vader zingen. Ja, de dingen waar we het in de kerk over hebben, die kun je ook thuis bekijken. Net als van school is Bijbel Basics ook gewoon thuis te doen. Compleet met de puzzeltjes en de verhaaltjes en de liedjes. Misschien kan je vader of je moeder daar wel wat bij helpen. Gewoon naar de website van het Nederlands Bijbelgenootschap. En dan gewoon maar volgen. Bible Basics, inloggen en je kunt er zo bij. Mooi om dat met elkaar te doen, denk ik, in deze tijd waarin we eigenlijk een heleboel dingen niet kunnen. Heb je weer wat meer tijd voor andere dingen? Nou, misschien heel mooi om samen bezig te zijn met ja, wat Jezus ons vertelt. En vanmorgen gaan we daar ook naar luisteren. Toen Jezus al die mensen zag, ging hij
een berg op. Daar ging hij zitten. Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Jezus zei: het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. En die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen. Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien. Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het echte geluk is voor mensen... Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort. Misschien schelden de mensen je uit of willen ze je gevangen nemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel. De profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu. Echt gelukkig. Ja, dat is iets waar iedereen naar verlangt. Of je nu groot bent of klein, gelukkig. Ja, gelukkig. Gelukkig zijn, dat willen we allemaal. En juist nu, als er zoveel zorg is, als mensen bang zijn. Wat kun je terugverlangen naar die tijd in je leven dat je zo gelukkig was? Nou, misschien nog maar net een paar weken terug. Dat je zo heerlijk blij was. En dat het leven je toelachte. Misschien weet jij nog van groep 6, toen je zo'n fantastische klas had. Wat had je het goed met elkaar? Of toen je 15 was en smoorverliefd. Was je toen gelukkig? Of misschien toen je 24 was bij je eerste baan en het lukte ook nog allemaal. Je keek er tegenaan, maar het slaagde. Gelukkig. Wat mooi om gelukkig te zijn. Geluk, het is er eigenlijk in heel veel varianten. Ook dat geluk toen je belijdenis wilde doen. En ja, toen merkte je dat God er zo was voor jou op dat moment. Geluk. Dat geluk kan onder druk staan, ook als het moeilijk is om God te vinden. In een periode van zorg. Anderen maken zich helemaal niet druk. Zij zijn nog gezond en nou, ze kunnen best wel genieten van die vrije tijd nu. Ieder is weer anders. Als Jezus vertelt over het echte geluk, zijn er natuurlijk ook mensen die gewoon heel onbezorgd blij zijn. Maar ja, de meeste mensen, daar was het wel anders bij. Want Israël was overheerst door de Romeinen en die deden soms hele akelige dingen. Het was economisch niet best. Een moeilijke tijd. En als je ziek werd, nou, de dokter, die kon meestal helemaal niks beginnen. Echt gelukkig? Nou, dat valt niet mee. En Jezus heeft het over dat echte geluk, midden in een wereld vol van zorg.
En dan vertelt Jezus over heel verschillende mensen die eigenlijk één ding gemeenschappelijk hebben. Het gaat om mensen die Jezus kennen en die proberen te doen wat hij zegt. Mensen in heel verschillende omstandigheden. Jezus geeft daar een beschrijving van. We kennen dat in de kerk onder de term de zaligsprekingen. En de oude uitdrukkingen, ze zijn heel mooi, maar we kunnen ook best wel moeite hebben om precies te begrijpen wat Jezus bedoelt. De Bijbel in gewone taal, je kunt er best hier en daar een vraagteken bij zetten, maar eigenlijk staat het hier precies waar het om gaat. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Die zin, die tekst ga ik herhalen. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. En die mensen kunnen heel veel verdriet hebben. Om hun eigen leven, maar ook omdat ze zich laten raken door het leven van anderen, door het verdriet van anderen. Ze lijden mee. Ze hebben de moeite mee dat Gods mooie schepping zo kapot gemaakt wordt. Dat er zoveel onrecht is in deze wereld en zulke beledigingen aan God. Daar kun je behoorlijk verdriet van hebben. Maar in de omgang met God hebben deze mensen zichzelf leren kennen. Ja, en als je jezelf een beetje leert kennen, ja, dan krijg je ook een beetje mededogen met andere mensen. Dan word je mild en vriendelijk. Juist ook omdat God ons aanspoort om niet te oordelen en goed te zijn voor die mensen om je heen. Eerlijk en oprecht. Samenbindend en vredestichtend. Mooie woorden van Jezus in die zaligsprekingen. Echt gelukkig ben je als je dat in praktijk brengt. Als het voor jou op die manier geldt. En je zou zeggen, dat zijn toch fantastische mensen? Daar is toch iedereen blij mee? Maar het bizarre is dat dat niet zo is. Net als bij Jezus. Je zou zeggen, Jezus deed enkel en alleen goed. Maar ze moesten hem niet. Uiteindelijk hebben ze hem gekruisigd. Weg met hem. En Jezus maakt duidelijk dat als we hem volgen, dat het hoeft niet, maar het zou kunnen gebeuren ook bij ons. Veel christenen in deze wereld hebben daarmee te maken. Dat ze achtergesteld worden vanwege hun geloof, gediscrimineerd, soms opgesloten in de gevangenis, gemarteld, gedood. Jezus zegt, laat je daardoor niet bang maken. Hou vol, dwars door alles heen. Hou vast aan wat ik zeg, aan wat ik beloof, want het is echt waar. Als je hebt ontdekt dat je mij nodig hebt, als je leeft van wat ik wil geven, dan is er geluk, nu al. Weet je nog van dat plaatje van die man met dat verband om zijn hoofd? En toch gelukkig. Want Jezus kan er zo bij zijn. Als jij ziek bent. Misschien wel vanwege het coronavirus. En toch, Jezus is erbij. Dan is er verdriet. En tegelijkertijd ook een hele gekke vorm van geluk. En Jezus belooft. Later, na dit leven, komt er die nieuwe wereld van God. En als je bij mij hoort, dan komt er geluk. Nou, daar kun je nu alleen nog maar van dromen.
Het is het zo waard om te luisteren naar wat God zegt. Want het geeft kracht voor nu. En je komt in het beloofde land. Christenen in coronatijd. Nee, het is niet allemaal even makkelijk. En we reageren er allemaal verschillend op. Maar laten we als christenen in elk geval een beetje oppassen dat we hele grote verhalen gaan houden. Dat we gaan vertellen hoe het allemaal in elkaar zit en waardoor het komt en zo. Alsof wij dat allemaal weten. We zijn zo verschrikkelijk klein. We hoeven niet meer te weten dan dat we klein zijn. En dat we God nodig hebben. Echt gelukkig ben je als je weet dat je God nodig hebt. Hem moeten we zoeken. En we mogen bij hem horen. En we mogen in dat beloofde land komen. Niet omdat we het allemaal fantastisch doen in ons leven. Maar omdat Jezus gekomen is. En voor ons die weg heeft doorgemaakt naar het kruis. Wat nodig is, is dat we weten. We hebben Jezus nodig. Die voor ons alles gegeven heeft. Als je bij Jezus komt, je leven aan hem geeft, dan mag je om bidden. Dan vind je bij hem een open deur, een toegang naar hem en naar die nieuwe wereld die gaat komen. Laten we dan in deze bijzondere tijd de tijd nemen voor hem en dus ook voor elkaar. Want het kan niet anders. Als je dicht bij God bent, dan word je door God ook aan elkaar gegeven. Dan ben je ook dicht bij de ander. In de kerk, maar ook daarbuiten. Misschien zit je wel te kijken en heb je helemaal niks met kerk en geloof. Maar Jezus wil er ook voor jou zijn. En de kerk, onze kerk, is er ook voor jou. Als je denkt dat je ons zou kunnen gebruiken. Misschien is het voor jou allemaal nog niet zo zichtbaar. Maar achter de schermen gebeurt er in onze kerk heel veel. Om er voor u en voor jou te kunnen zijn. Als je iets nodig hebt, wil je het ons laten weten. En als je iets kunt bieden, wil je het ons doorgeven. Straks gaan we chatten. En ja, we babbelen heel wat na een kerkdienst, gewoon elke week. Prima om te babbelen op de chat. Maar misschien is het ook wel mooi om even iets dieper te gaan. Op welke manier zie jij nou God in jouw leven? Terwijl alles op zijn kop staat. Wat hebben wij te bieden aan elkaar en aan deze wereld? De oude zaligsprekingen tekenen mensen in heel verschillende omstandigheden. Maar het gaat om één rode draad. Volgelingen van Jezus. Onder verschillende omstandigheden. Een tekening van mensen. Die God nodig hebben. Dat is het waar het om draait. Amen.
als kerk leven we ook met elkaar mee en we willen met elkaar bidden. Wilma van Loon is gevallen en heeft haar rechteronderbeen gebroken. Ze wordt morgen geopereerd. De kleine Evi Pichard ligt nog in het ziekenhuis in Nijmegen. Ze is na de operatie heel ziek geweest. Gelukkig gaat het wat beter. En als het allemaal goed mag gaan, komt ze binnenkort thuis. Jan van Zwetselaar is vanwege ontstekingen verschillende keren geopereerd in buik, benen en lies. We zijn heel dankbaar dat zijn leven gespaard bleef en dat het beter met hem mag gaan. Als kerken leven met elkaar mee. Dominee Paul de Hertog uit Amsterdam heeft het coronavirus en ligt in het ziekenhuis. Ook voor hem willen we bidden. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zuster Dini Vrieling. En de collecte, ja, daar kan je ook op afstand aan meedoen. De collecte is voor dat geweldige werk in Haiti om jongeren een opleiding te geven en te voorkomen dat ze eigenlijk in een situatie belanden die eigenlijk niet anders is dan slavernij. Zo belangrijk om te investeren in jongeren. En natuurlijk doen we als Christgereformeerde Kerk ook een heleboel dingen samen. De tweede collecte is bestemd voor de landelijke kerkelijke kassen van de Christgereformeerde Kerk. Laten we samen danken en bidden. Heer in de hemel, samen komen we bij u om u te danken. Te danken voor verbinding met elkaar. Als mensen, maar bovenal met u. Heer, u weet het wel wat het voor ons moeilijk kan maken. Geloven, leven met u, Bijbel lezen, erover praten. Heer, wilt u ons daarbij helpen? En help ons om elkaar erbij te helpen. Zegen zo ook dat mooie werk van het Bijbelgenootschap en in het bijzonder Bijbel Basics. Heer, we zijn blij met al die manieren waarop christenen in de weer zijn om te delen met elkaar en met de wereld wat het geloof betekent. We vragen van u, wilt u alstublieft daarbij uw leiding geven? Want zo gemakkelijk praten we van die grote woorden. Heer, maak ons klein. Leer het ons om alleen maar u nodig te hebben en te leven van wat u geeft. Laat dan deze tijd ook een tijd van bezinning mogen zijn, die niet vol staat van allerlei activiteiten, maar vooral van stil zijn, luisteren, ontvangen. En ja, Heer, geef ons ook kracht en moed en inzicht om te doen wat we kunnen voor die mensen die ons nodig hebben. Heer, we bidden voor Wilma van Loon. Wilt u alstublieft meegaan in de operatie en daarna, en wilt u alles goed maken? We bidden ook voor de kleine Evi Pichard. Heer, dank u wel dat het nu echt wat beter lijkt te gaan na zo'n moeilijke periode en dan ook nog dat coronavirus, dat maar één van de ouders er tegelijkertijd bij mag zijn. Heer, wilt u ze ondersteunen? En wilt u alles goed maken? Dankbaar zijn we met Jan van Zwetselaar dat hij door de operaties heen is gekomen en dat het nu beter lijkt te gaan. Houdt u hem vast, Heer, dwars door alles heen. Heer, we denken ook aan zuster Dini Vrieling die de bloemen krijgt. En aan alle ouderen, alle kwetsbare mensen, ook al zijn ze nog niet zo oud, voor wie deze tijd zo heel raar en bijzonder en soms ook bijzonder moeilijk is. Heer, als je zo alleen bent, of je alleen voelt, wilt u er zijn en wilt u verbinding geven met andere mensen. We bidden voor alle mensen die letterlijk getroffen zijn door het coronavirus. Denk ook aan
dominee Paul den Hertog. Heer, wilt u helpen en genezing geven? We bidden voor diegenen die iemand hebben verloren. Geef kracht. We bidden voor hen, Heer, die zorg hebben om familieleden of vrienden in het buitenland met wie zo moeilijk contact te krijgen is. We bidden voor diegenen die eronder lijden, dat ze hun geliefden niet kunnen bezoeken. We bidden, Heer, ontferm u. We denken ook aan alle andere vormen van ellende, dicht bij huis, maar ook in Haiti, waar zoveel jongeren belanden in moderne vormen van slavernij. Heer, wilt u al het werk dat gedaan wordt om hen daaruit te bevrijden en een toekomst te geven, wilt u dat zegenen? Heer, zegen de organisatie die we ondersteunen met ons geld. Zegen de jongeren waar het om gaat. Zegen die samenleving. Heer, we bidden ook voor ons kerkverband en alle dingen die gebeuren. Help ons om elkaar te dienen, om de wereld te dienen met wat u ons hebt gegeven. Grote God, we vouwen onze handen. Raak ons aan door uw genade en met uw vergeving en met uw Heilige Geest. Amen. Er is nu een collectemoment en dat gaat eigenlijk vloeiend door naar een gebed om zegen, opwekking 710. Thank you.
Gelukkig ben je als je God nodig hebt. En ik zou zeggen, ontvang zo de zegen van God, die ik namens hem aan jou mag doorgeven. De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken. En hij zal jullie zijn vrede geven. Amen.